Ja, de nieuwe omgevingswet die haalt echt het tapijt weg onder alles wat we tot nu toe hebben gedaan en wat we aan visies en plannen kennen. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld hoe Flevoland het heeft gedaan van wat volgens mij onder de omgevingswet de bedoeling is. Namelijk de opgave centraal en niet vanuit de beleidskoeken gaan denken. En twee, de perspectieven die maken ook een cyclische manier van werken mogelijk. Want je kunt op die perspectieven gewoon zien waar sta je nu, wat zie je gebeuren. En dat als het ware op een hele lichte manier weer terugbrengen naar GS en PS om te kijken, doen we nog de goede dingen? In plaats van dat je zegt, we hebben nu een visie en daar gaan we 10 jaar mee doen. Dus het geeft veel meer vrijheid, flexibiliteit, adaptiviteit, zijn dan de begrippen die opkomen, in je manier van werken en je ook te verstaan met je partner, zowel binnen als buiten Flevoland. Dus voor mij is het een schoolvoorbeeld van hoe je op een eigen manier invulling geeft aan de bedoelingen van de omgevingswet. Waarbij ik meteen zeg, tot slot, in een andere provincie kun je het zo niet doen. Dus het is ook zo specifiek Flevolands, omdat Flevoland een hele specifieke provincie is. Er is niet een recept voor hoe doe je het goed volgens de omgevingswet. En dat vind ik denk ik de echte kracht. Dat je zelf hebt nagedacht en het echt op een Flevolandse manier hebt gedaan.